Met de beide trainers, inderdaad, vanuit het business home. Nee, naast het business home van de voetbalvereniging Nunspeet. Daar gaan we napraten met de beide trainers over deze wedstrijd. Ja, jullie hadden het er net al over met de nieuwe nummer 1. Maar ze hadden natuurlijk allebei op de eerste plaats van de ranglijst kunnen staan. Maar dat was weer afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd van vanmiddag. Maar goed, Nunspeet wint deze wedstrijd hier vanmiddag met 3-1. Napraten met de beide trainers. Arno Breler van DTS 35 en met Lucas Hoekman uiteraard. Maar we beginnen eerst met de trainer van de gasten, Arnold. Ja, wat een knotsgekke wedstrijd. Ja, en laten we dat denk ik met twee gezichten. We begonnen eigenlijk prima. Ik denk dat we zelfs in de hele beginfase dat de kans met Huipie, die geblokt werd in de 16. Voorbeeld op zich goed met Remco Spulziek als aanspeelpunt die zich wat in liet zakken. Huip die er omheen speelde in Evert en ik denk ook dat we toen gewoon behoorlijk wat kansen creëerden. En ja, gewoon in de eerste helft die er op zich goed uitzag. Ik denk misschien wel vijf hele goede mogelijkheden hebben gehad. Ja, en ook al direct in het begin, al in de eerste vijf minuten. Ja, dat zei ik. De eerste bal die in de diepte gaat. Jullie hebben de aanval gehad na de aftrap. En wij komen de tegenstoot, komt de Huip door en die wordt net geblokt, denk ik, door jullie. Verdediger die daarna nog even behandeld werd. Daarna een bal op de 16 nog met Heikers die een beetje besluit was. Zou ik schieten, zal ik hem meegeven op Chris op die buitenland breekt. Ja, daarna hadden wij gewoon wel een paar mogelijkheden. Ja, jullie spelen een goede eerste helft. Drukte Nunspeet steeds verder terug in de eigen 16. Dan moet je Spulziek vervangen. Ja, maar dan op het moment dat Remco uitvalt naar... Na 25 minuten denk ik dat was. Ja. Komt Frank erin. En dat is gewoon op positie wisselen om en Frank gaat in het punt spelen. En die krijgt daarna gewoon 2-3 ballen in de diepte. En komt 1-1 vanaf de middenlijn. En die schiet hij helaas net voorlangs. Dat zijn dan momenten die je denk achteraf duur komen te staan. Lucas, ja, de eerste helft. Je bent echt de mindere met Nunspeet. Ja, dat is een verdienste van de tegenstander en ik ben het helemaal met Arnold eens. We gaan ook 0-2-0-3 staan bij rust en dan wordt het toch een ander verhaal. Nu bleven we in de wedstrijd, 0-1 is altijd te overkomen. En ik denk ook wat belangrijk was, het was de eerste helft iets te statisch ook voorin. We kregen geen kansen, we konden niet loskomen. En de tweede helft zijn we 4-4-2 gaan spelen, waardoor we iets meer ruimte creëerden. Hun moesten even schakelen. Het gaf ons meer ruimte, ook voor Goud met name om te bewegen. Dat was de spelersgroep die wilde dat graag in de rust. Op een gegeven moment ga je in gesprek van jongens, dit verbeteren, dat verbeteren. En gaven ze zelf ook aan, we willen iets meer ruimte voorin. Toen zijn we met Dani op 10 gaan spelen in eerste instantie. En met Vincent en Goud voorin. En later hebben we met het wisselen nog wat posities gewijzigd. En er groeide vertrouwen. En inderdaad, de tweede helft... Op basis van de tweede helft winnen wij die wedstrijd. Maar op basis van de eerste helft kunnen we ook verliezen. Ja, absoluut. Want het had bij rust 2-0, 3-0, wat Arnold ook zegt, kunnen staan. Hè? En is het Frank Boers uiteindelijk die Nunspeet nog in leven houdt, ex-Nunspeeter? Ja, ik grapte nog tegen hem na de wedstrijd, dacht jij je vrienden? Want dat was natuurlijk een hele mooie kans. En het was vervelend voor DTS dat hij het niet inging. Ja, maar kijk, toen ze Frank inbrachten, hadden ze weer een ander wapen. Die Remco Spulziek is de man waar ze aanvallend het spel omheen voetballen. Ik was niet rouwig dat hij er geblesseerd af moest. Want daar hadden we weinig vat op, hij was steeds onspeelbaar. En vervolgens kregen wij de wedstrijd langzaam onder controle. En in de tweede helft konden we doordrukken. En hebben we echt, behalve één bal over rechts van die rechtsback, hebben we weinig weggegeven. Het was soms wel wat dreiging, maar niet echt meer 100% kansen. Maar in die eerste helft, nog even terug naar die eerste helft, hè? Want het was eigenlijk DTS wat Nunspeet regelmatig onder druk zette. En ik vond Nunspeet erg nerveus ogen in de eerste helft. Vonden wij ook, maar nogmaals, wij komen ook met bepaalde intenties. Dat was de verdienste van DTS op dat moment in de wedstrijd. Mm-hmm. Zeker. Ja. Dan gaat Nunspeet wisselen, Arnold. Twee spelers eruit, twee spelers erin, er komt wat meer balans. Hadden jullie daar moeite mee? Nou, je geeft net al aan, het werd 4-4-2. Het was eigenlijk zo dat ik vond dat inderdaad jullie linksbuiten gingen wat meer vanaf 10 spelen. Ik vond Groot wel in eerste instantie wat meer nog vanaf rechts komen. Dus jullie kregen dan van iemand op middenveld. Wij hebben onze links, hebben wij iemand hangen staan. Dus daar staat eigenlijk 4 tegen 4 op middenveld.
En wij krijgen juist heel veel ruimte aan de rechterkant bij Bram. Door de wind, misschien die dan daar vandaan komt. Ja, wij kwamen gewoon eigenlijk niet daar naartoe. Terwijl daar heel veel ruimte ligt om over de rechterkant door te komen. En dat is natuurlijk ook iets van ons best een sterk wapen. Want de eerste helft wordt Bram een paar keer niet gezocht. Daarna krijg je wel, en dat is gelijk de eerste goal bij, die binnengetikt wordt. Dus ja, we hadden in dat opzicht vaker gewoon naar rechts moeten openen. En ja, weet je, en dan gebeurt het een paar keer. Heikels die dan net die bal wordt onderschept. Ja, dan ligt hij net niet goed aan de rechterkant. En ja, misschien, dat is ook misschien op dienst ook een beetje de wind die kant een beetje blokkeert om goed te openen. Ja. Daarna zetten we het om naar 3-4-3 en ja, creëren we ook niet heel veel meer, vind ik. Nee, dan ga je alles op je aanval zetten. Ja, nou ja, weet je, je ziet ook op het moment dat na de 2-1, dan willen we nog wel naar voren. En dan hebben we eigenlijk zoveel mensen voor de bal dat op een gegeven moment volgens mij 4-2 is of 3-1 zelfs. Ja. En dan spelen ze dat heel goed uit en dan wordt het 3-1. Marnik scoort de 1-1. Lucas, viel de druk van je af? Want ja, 0-1 achterstand, moeite met deze tegenstander en dan valt de 1-1. Oh, klinkt flauw, maar druk voel ik niet. Het was wel voor de jongens was het natuurlijk wel een beleving, een adrenaline shot. Want we hadden tot dan nog niet zoveel gecreëerd. Als trainer voel je die druk toch ook? Ja, maar dat is anders. Wij zijn voortdurend aan het nadenken over de wedstrijd. Net als Arnold, wat doet de tegenstander, wat willen wij, wat klopt er van ons plan, wat klopt er niet. En zo gaat zo'n 90 minuten voorbij. Maar er kwam meer balans in het team, vond ik, op het moment dat Lars weer naar het middenveld gaat. Eén is op zijn eigen plek en met Karim erin. Dat klopt. Maar we hebben al eerder gezegd, wij hebben 18 basisspelers en dat bleek ook vandaag weer. Met wisselen worden wij absoluut niet zwakker. Vaak worden we er beter van, omdat het ook een moment is in de wedstrijd dat het noodzakelijk is, want anders ga je wisselen. En dan komen er gewoon basisspelers in. Maar dan de volgende stap. Je staat eerste nu op de ranglijst. Ja, wat nu, hè? Hoe nu verder? Want nu wordt de druk alleen maar groter. Nou, we hebben net al tegen elkaar gezegd, er zijn 6 teams. Die gaan het uitmaken, die gaan onderling tegen elkaar spelen. Bij ons groeit wel zoiets van, joh, mooi dat dit allemaal mogelijk is. Absoluut. En wij kijken alleen maar naar de volgende week. En dat is Bennekom uit. Maar verder kijken we echt niet. Willen we ook niet. Nee, dat kan ik me voorstellen, maar daar hebben we de vorige week ook wel even gehad. De druk van buitenaf wordt wel groter natuurlijk en daar bedoel ik de aanhang mee. Want die kijkt naar wellicht een kampioenschap. Dat is wel veel te ver weg, Fred. Hier staat een collega trainer, die kijkt ook naar het kampioenschap. En die heeft al een periode, dus die staat er nog steeds iets beter voor. Daarom is het wel belangrijk om tweede te worden, om wellicht een periode over te nemen als DTS dan kampioen wordt. Ja, tweede is niks. Nou, toch wel iets. Nee, maar we gaan elkaar... Als je alleen maar in vergelijkt met, hè, kijk eens naar het begin van het seizoen en waar we nu staan. Ja, je moet met elkaar, ga je samen aan iets bouwen en dat gaat met horten en stoten. En we zitten nu in een hele mooie flow en die probeer je zo lang mogelijk vast te houden. En we hebben nu de flow van DTS met deze overwinning gebroken, maar die hebben altijd een betere flow gehad dan wij. Ja, hè? Maar 7 overwinningen op rij, 9 is het maximale op dit moment wat je oud-collega Boudestein hier heeft gerealiseerd. Ja, er is nog van alles mogelijk natuurlijk, maar de doelstelling was toen we een paar weken geleden hier stonden 21 punten uit de tweede competitiehelft. En het zijn er inmiddels 21 en er zijn nog een heleboel wedstrijden te gaan. Ja, dat is alleen maar heel mooi. Maar nogmaals, de nummers 1 tot 6. En ik reken SVZW daar ook absoluut nog bij. Die gaan onderling elkaar punten afpakken. En zorgen dat je in de onderlinge duels zo lang mogelijk overeind blijft. Ja, want er komen nog een paar wedstrijden die er recht toe doen, Arnoud. Jazeker, wij moeten inderdaad. Dus dat is nou best veel. Maar ook niet tegen de minste. Nee. We krijgen CSV nog. We moeten SV weer inhalen. We krijgen Bennekom natuurlijk een... De bladerpot is bij ons allemaal, dus ja. Nee, we krijgen nog wedstrijden genoeg. Er zijn nog punten genoeg te halen, maar ook te verliezen. Ja, dus het is nog geen gelopen race? Nee, zeker niet. Nee. Denk je nog wel eens terug aan die wedstrijd in Ede in november? Nou, ik zei heel eerlijk gezegd, ik had de beelden nog even teruggekeken, maar toen schrok ik wel een beetje eerlijk gezegd. Maar... dus nee, we waren ook goed voorbereid. We wisten ook gewoon dat Nunspeet een prima ploeg is met fysiek op orde. Dat vind ik ook al heel wat. Er zit veel strijd in, beleving. Prima aanvallers ook en ja, het stond achter hem ook best goed. Alleen ja, nogmaals, de eerste helft moeten wij meer brengen, in ieder geval
iets scherper zijn voor de goal. En dan, nu doe je zelf misschien een beetje tekort. Aan de andere kant, ja, de tweede helft tot aan de goal. En daarna is echt helemaal nunspeet wat er klok staat en kom met niet aan. Dankjewel, veel succes in het verdere verloop van deze competitie. Dankjewel. Lucas, er wordt wel wat verwacht nu natuurlijk, hè, de komende weken. Ja, wat wil je nou dat ik ga zeggen, Fred? De eerste zes maken allemaal kans. En zo lang mogelijk de nederlaag vooruit en uitstellen en voor je uitduwen is het allerbeste. Maar nogmaals, ik zeg het nog één keer. We hebben Bennekom volgende week. Dat wordt een hele lastige wedstrijd. En laten we eens maar daarna kijken wat dan weer het resultaat is. Oké, praten we volgende week verder. Goed, dankjewel. Succes komende weken. Dat was het hier vanaf het Business Zone van de voetbalvereniging Nunspeet. Maar vanmiddag hier op de Wildzang is gespeeld het duel tussen Nunspeet en DTS 35 uit Ede. En Nunspeet wint voor de tweede keer dit seizoen van DTS. En vandaag is het met 3-1. Fijn weekend.